Goedemiddag, dit is het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Boven Schotland, Noord-Engeland en onder andere ook Ierland zien we bewolking liggen. Dat hoort allemaal bij een koufront. En dat koufront komt uiteindelijk langzaam onze kant op. Vanavond zullen we de bewolking zien gaan toenemen. En ook morgen is het tamelijk bewolkt door het front. Misschien dat er zelfs een beetje lichte regen of motregen valt. Vandaag hadden we een prachtige dag. Vanmorgen lag er nog wat bewolking boven ons land. Dat is naar het noorden weggeschoven en die bewolking die hoorden allemaal bij een warmtefront dat dan geleidelijk noordwaarts trekt, maar dat komt uiteindelijk ook morgen als koufront weer over ons land uit uh, te liggen. Dat zien we ook heel goed terug in de modelanimatie. Bewolking neemt toe en uiteindelijk kan er misschien ook een beetje lichte regen of motregen vallen. Morgen dan is het dus tamelijk bewolkt een lange tijd, maar in de loop van de dag dan breekt vanuit het noorden de zon door, komt een uitloper van een hoge drukgebied dichterbij en gaan we uiteindelijk brede opklaringen krijgen. Vanavond en vannacht dan zijn er nog brede opklaringen, maar vanuit het noorden dus de bewolking en misschien dat in het uiterste noorden van het land een beetje lichte regen of motregen valt. De temperatuur dan 15 tot 17 graden. Vannacht dan koelt het niet heel veel meer af, de minima liggen dan tussen de 9 en 11 graden. Er waait er maar de matige noordenwind en op de plaatsen met dikke bewolking kan er ook af en toe een spat motregen vallen. Morgen dan is het aanvankelijk behoorlijk bewolkt. Met name in de zuidelijke helft van het land kan in de ochtend nog wat lichte regen of motregen vallen. En vanuit het noorden gaat dan in de loop van de dag op de meeste plaatsen de zon geleidelijk doorbreken. De temperatuur die loopt niet heel veel verder maar op in de koude lucht dan een graad of 15. En daar waait een meest matige tot op de wadden een vrij krachtige noordenwind morgen. Als we dan gaan kijken naar de komende dagen, dan zien we dat het grotendeels droog blijft en dat de kans op buien na het weekend echt toe begint te nemen. De temperaturen zaterdag en zondag vergelijkbaar met morgen, maar de nachten die kunnen wel fris worden, met name de nacht naar zaterdag. Als het s'nachts opklaart en het hoog boven ons land komt te liggen en de wind valt weg, dan kan het op sommige plaatsen weer eens aan de grond gaan vriezen en is er ook in de vroege ochtend kans op mist. Na het weekend dan een stevige noordwestenwind, buien en temperaturen die dan niet meer boven de 12 tot 14 graden uitkomen. Op de langere termijn dan krabbelt het kwik langzaam weer een beetje omhoog. En op de hele lange termijn zien we zelfs weer een aantal warme oplossingen terugkomen. De onzekerheid is daar echt al enorm. Dus, eigenlijk niet heel veel verder dan halverwege volgende week kunnen we kijken. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.